Nou, de bedoeling was om een vooruitblik te geven, maar te beginnen met een terugblik. Maar voor ik dat doe, eerst nog even iets over die term psychosociale interventies. Want ik weet niet of dat bij iedereen bekend is, maar voor degenen die dat misschien niet weten, wat bedoelen we nou eigenlijk? Nou, er wordt ook wel eens gesproken over, met een ingewikkeld woord, non-farmacologische interventies. Dat wil zeggen dat we geen medicatie bedoelen. We bedoelen niet het geven van medicijnen. Maar nou is het natuurlijk altijd interessanter om te zeggen wat je wel doet dan wat je niet doet. Dus waar gaat het dan wel over? En eigenlijk gebruiken we dat woord psychosociale interventies om een hele boel verschillende interventies mee aan te duiden. En is het een verzamelnaam voor allemaal interventies die, waarvan we hopen en soms ook weten dat die van invloed zijn op het psychosociaal functioneren van mensen. Dus bijvoorbeeld depressieve klachten verminderen of de kwaliteit van leven verbeteren. En naar aanleiding van het vorige verhaal, en dat wist u natuurlijk ook al, is duidelijk van op dit moment valt dementie niet te genezen. Dus zijn we voor de kwaliteit van leven ook voor een belangrijk deel aangewezen op dit soort interventies. Nou, u kunt denken aan praten, bewegen, maar dus ook zingen, wat we net al hoorden, en het doen van plezierige activiteiten, technologische ondersteuning, allemaal bedoelen we dat met dezelfde term psychosociale interventies. Nou, maar zo gezegd, ik begin even met een terugblik wat betreft het onderzoek op dit gebied. Met die roze balk in het midden heb ik geprobeerd het dementieproces weer te geven. En wat u ziet is, en dit is natuurlijk een soort gemiddelde, er zijn natuurlijk allerlei variaties in mogelijk, maar je hebt een gebied voor de diagnose. Je hebt, als de diagnose is gesteld bij die blauwe lijn, een hele periode in de thuissituatie met een mantelzorger, waarin de persoon met dementie en een mantelzorger het samen moeten zien te rooien. En vervolgens heb je ook een periode waarin mensen moeten worden opgenomen in een zorginstelling. Wat je nou ziet bij die psychosociale interventies is dat die vooral eerst het achterste deel van dat dementieproces betroffen. Dus we hebben heel veel onderzoek inmiddels naar van psychosociale interventies in zorginstellingen. En ook wel aan het eind van die thuisperiode. Ik geef u wat voorbeelden. En ik heb vooral voorbeelden even genomen waar we in Nederland goed in zijn. En dat is bijvoorbeeld in snoezelen. Dat is ook een Nederlandse term. En ik ben nog altijd heel verbaasd als ik Amerikaanse collega's of iets dergelijks hoor over snoezelen. Maar dat is dus een term die internationaal is opgepakt. En dat is bijvoorbeeld, kunt u denken aan het hanteren van muziek of het zingen met de persoon met dementie in een zorginstelling op het moment van opstaan of als iemand gewassen wordt. Dat soort zintuigactivatie eigenlijk, hè? Want je prikkelt dan in dit geval het gehoor van mensen. Of bijvoorbeeld dat mensen mee gaan zingen. Op het moment dat deze methode is geïntegreerd in de 24-uurzorg, dus niet zozeer als een aparte activiteit wordt aangeboden in een aparte ruimte of wat dan ook. Dat heeft ook wel effect, maar niet zo op de lange termijn. Maar als dat echt geïntegreerd is in de zorg, dan weten we dat mensen met dementie actiever worden en een betere kwaliteit van leven krijgen. En dat ook professionele verzorgenden, en dat is ook niet onbelangrijk, het ook een hele leuke manier vinden en er zeer tevreden mee zijn om dit toe te passen in hun werk. Nou, dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de plezierige activiteitenmethode. Ik weet niet of u daarmee op de hoogte bent, maar dat is ook een methode die in Nederland is onderzocht door het NIVEL. Wat zijn dat dan?
Dat verschilt natuurlijk per persoon van wat we plezierig vinden, hè, wat leuk is om te doen. En het gaat hier om bewoners in zorginstellingen die depressieve klachten hebben. En waarvoor gekeken wordt van nou, wat vond men nou leuk om te doen of waar hield men zich mee bezig voordat die dementie aan de orde was en voordat er misschien een aantal activiteiten daardoor ook zijn weggevallen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die altijd hield van paardrijden. Je kan misschien niet meer paardrijden, maar je kan wel iemand een fotoboek laten zien met paarden daarin en daarover praten. Dat zou dus bijvoorbeeld zo'n heel simpel voorbeeld van een plezierige activiteit zijn. Of iemand die altijd van tuinieren heeft gehouden. Daarmee kan je buiten gaan lopen in de tuin, in de moestuin en over de omgeving praten. Dus u moet denken aan dit soort hele simpele eigenlijk alledaagse zaken die van zeer groot belang zijn om mensen zich prettiger te laten voelen en beter te laten functioneren. Natuurlijk zijn er ook interventies in de thuissituatie en daar sta ik eigenlijk even heel kort bij stil. Want ik denk dat u als vrijwilliger van Alzheimer Nederland daar wel goed mee op de hoogte zult zijn. Dat zijn de ontmoetingscentra die door Rosemarie Dreux zijn opgericht en de Alzheimercafés door Berre Miese en Gea noemde dat al even in haar openingsspeech. Hele belangrijke vormen van ondersteuning waarvan je al ziet dat die wat eerder in het proces kunnen helpen. Alzheimercafés, daar kun je al in een heel vroeg stadium naartoe. Mensen met dementie zelf, maar ook hun mantelzorgers, om daar kennis te krijgen, om contacten op te doen met anderen die in hetzelfde schuitje zitten en ook om kennis met elkaar te delen. Maar waar ik het eigenlijk vooral over wil gaan hebben met u, is dat eerdere gedeelte. Dus wat zit vlak na de diagnose, kun je zeggen, en soms ook wel voor die diagnose. Dus dat is hier. En ik denk dat je dat kunt samenvatten met een aantal kenmerken. En die zijn als volgt. Het is dus meer gericht tegenwoordig. Hoe kunnen we nou mensen in een thuissituatie al vroeg ondersteunen? Dus niet meer dat we mensen met dementie per se uit huis halen. Bijvoorbeeld bij de dagopvang of de dagbehandeling of bij ontmoetingscentra. Maar ook van wat kun je nou doen in die thuissituatie, waarbij mensen gewoon nog in hun eigen omgeving waar ze altijd hebben gewoond wonen. Hoe kun je daar nou de juiste ondersteuning bieden? Nou, we maken daarbij gebruik van technologie. Dat is ook een hele duidelijke ontwikkeling. En we zijn veel vaker op de persoon met dementie zelf gericht of op koppels. Dus bijvoorbeeld partners van elkaar. En dat is eigenlijk heel bijzonder. We zijn eigenlijk begonnen om vooral de mantelzorgers te ondersteunen. En pas veel later kwam dat besef van wat is dat eigenlijk raar, dat we wel mantelzorgers zozeer ondersteunen, maar niet de mensen met dementie zelf. En dat zie je steeds meer veranderen en ook interventies ontstaan, vormen van hulp ontstaan die daar vooral ook naar kijken. En ik weet niet, misschien kent u wel de kopgroepen. Dat zijn groepen van mensen met dementie die dan bij elkaar komen en met elkaar praten over datgene wat hen op dat moment bezighoudt. En tenslotte ook de kunstzinnige therapie. En daar zijn we natuurlijk mee begonnen met een stuk van een koor. En daar kom ik op het eind ook nog weer even op terug. Nou, wat betreft die technologie zijn er een aantal voorbeelden die ik hier op deze dia heb gezet. Dementie de Baas, dat is een internetinterventie die speciaal ontwikkeld is voor mantelzorgers van mensen met dementie. Daar ga ik zo meteen iets meer over vertellen. De Demental Coach, dat is eigenlijk ook hulp voor de mantelzorger, maar via de telefoon. Dus dat het technologie is natuurlijk ook gewoon de telefoon en werkt natuurlijk heel simpel en direct. Het gaat ook om toepassingen bijvoorbeeld als GPS. Daar ga ik zo meteen ook nog iets
meer over vertellen. GPS staat voor Global Positioning System, hè, dat wat we allemaal kennen vanuit de auto of vanuit onze telefoon. En verder zijn er ook meer zaken die worden aangeboden op het internet. Bijvoorbeeld de Alzheimer Experience. En ik ga er eigenlijk een beetje van uit dat u de Alzheimer Experience kent. Mag ik eens vingers zien? Nou, dat is toch nog niet iedereen. Daar mag ook nog wel wat verbeteren. Maar hier staan de webadressen, dus als u die voor uzelf noteert en daarheen gaat. De eerste, de Alzheimer Experience, dat is iets wat ontwikkeld is, mede met behulp van Alzheimer Nederland. Waarbij je heel mooi ziet wat het eigenlijk betekent voor iemand met dementie om dementie te hebben. En dat wordt vanuit verschillende perspectieven belicht, dus van de persoon met dementie zelf. Tot en met verschillende mensen in de omgeving, ook bijvoorbeeld een zoon. Of mensen die toevallige passanten. En daartussen kun je steeds wisselen. Dus als je zegt van ik wil een ander perspectief zien, dan kun je daarop klikken en dan kun je het vanuit dat perspectief bekijken. Dan raad ik u echt aan om eens naartoe te gaan. Het is heel mooi. En de dementie experience is eigenlijk iets wat nog in ontwikkeling is. Dat is veel meer driedimensionaal, waarbij je in een omgeving komt. En daarbij krijg je eigenlijk de ervaring als iemand met dementie. Dus je kan niet meer goed de omgeving zien bijvoorbeeld. Dat soort zaken. Nou, dat is nog volop in ontwikkeling. Dus daar kunt u meer informatie vinden, maar u vindt daar nog niet die toepassing. Nou, wat betreft Dementie de Baas. Dementie de Baas is een cursus die wij als Trimmels Instituut hebben ontwikkeld met Alzheimer Nederland en met Stichting Geriant, een zorgaanbieding in Noord-Holland. En het bestaat uit 8 lessen en een terugkomles. De reden om zo'n internetcursus te maken voor mantelzorger is eigenlijk als volgt. We merkten, en dat is natuurlijk eigenlijk nog steeds zo, dat vaak pas in een laat stadium aan de bel wordt getrokken voor hulp. Hè, of soms pas als er echt moeilijkheden zijn ontstaan, als probleemgedrag bijvoorbeeld van de persoon met dementie uit de hand is gelopen en de mantelzorger er eigenlijk geen raad meer mee weet. Nou, wat wij heel graag wilden, was die hulp meer naar voren te schuiven, zodat mensen in een eerder stadium al de juiste hulp zouden kunnen krijgen. En we dachten van, daar kan het internet bij helpen, want we weten dat mensen al in een vroeg stadium gaan googlen en gaan zoeken op informatie over dementie. En we hoopten dus dat ze dan ook op deze manier bij Dementie de Baas terecht zouden komen. Nou hoor ik wel eens van die geluiden van, ja, maar hoeveel mensen zitten nou eigenlijk op het internet? Want het gaat hier toch om ouderen. En ik hecht eraan om te zeggen van dat die ontwikkelingen ontzettend snel gaan. En dat als je naar de gegevens kijkt, we lopen daar in Nederland ook wel in voorop hoor. En dat geldt ook voor zo'n cursus voor mantelzorgers. Dat is ook eigenlijk de eerste die op deze manier is vormgegeven in de wereld. Maar zeg maar 90% sowieso van de Nederlandse bevolking die zit op internet. En laten we zeggen 65% van de ouderen. En natuurlijk zijn dat vooral ook de mensen van tussen de 65 en 75 en iets minder op oudere leeftijd. Maar je ziet dat dat heel snel aan het veranderen is. Dus dit loopt ook al een beetje zeg maar op de toekomst vooruit. Wat ik eigenlijk wou doen is u een demonstratiefilmpje laten zien van die cursus Dementie de Baas. Maar allereerst, heeft iemand dat filmpje wel eens gezien? Nou, dat is 1 hand. Nou, dan vind ik dat we hem wel kunnen laten zien. Oké. Okay.
man heeft structuur nodig bij de dagindeling. In de badkamer hangt bijvoorbeeld een brief dat hij daar eerst moet douchen, zijn tanden poetsen, aankleden. Die volgorde bepalen van wat hij moet doen op de dag. Schone kleren, klaarleggen. Dat bedenkt hij ook niet meer zelf. Vorig jaar ging dat allemaal nog prima. En op een gegeven moment denk ik, ik heb helemaal geen kleren meer in de was van. En hoe kan het nou? Dus dan elke keer al gaandeweg sluipt er iets in dat ik denk, oh, daar moet ik ook op letten. Ja, de zorg wordt wel zwaarder. Dus ook meer opletten. Omdat hij in zijn gedrag heel kinderlijk en impulsief wordt. Als hij bijvoorbeeld aan de overkant van de weg een hond ziet of een poes, dan wil hij er gelijk naartoe. En dan kijkt hij eigenlijk niet meer links of rechts of er auto's aankomen. Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren sterk toe. Dat geldt voor Nederland en Europa. Maar nog veel meer voor de rest van de wereld. De meeste mensen met dementie wonen nog thuis en worden verzorgd door één of meerdere mantelzorgers. Dit kunnen bijvoorbeeld partners zijn, kinderen, andere familieleden. Maar je kunt ook denken aan vrienden of buren. Het bieden van mantelzorg is geen sinecure. Veel mantelzorgers krijgen gevoelens van belasting en psychische klachten. 1 op de 4 heeft een depressieve stoornis. Bij depressieve klachten moet je denken aan somberheid, hopeloosheid en moeheid. Ja, heel veel huilbuien. En ja, het gevoel gewoon dat hij me ontglipt. Hè. En dat verdriet en die boosheid en krampachtigheid van om toch dingen te blijven doen samen die je had. Dat loslaten, dat vond ik heel erg moeilijk. Ja, veel hoofdpijn had ik toen al. Door de spanning ook. En ik werkte ook nog fulltime. Dus dat gaf heel veel druk. Wil je ook nog een stukje met de auto rijden? Nee. Wil je niet met de auto rijden, een stukje? Nee. Nee? Wil je thuis blijven? We hebben een internetcursus ontwikkeld voor mantelzorgers om hun psychische klachten te voorkomen of hun verergering tegen te gaan. Die internetcursus is gebaseerd op alle wetenschappelijke evidence die er op dit moment is. Maar ook bijvoorbeeld de effecten van niet-internetcursussen voor mantelzorgers. Nou, je maakt digitaal je huiswerk, je stuurt die via internet op. Je krijgt ook via internet weer antwoord op je vragen. En wat ook wel een voordeel was, omdat het lijkt anoniem, maar je zit natuurlijk gewoon alleen met je pc, dat je wat makkelijker gebeurtenissen of van alles durft te noemen. Het geeft een bepaalde vrijheid. Het was het analyseren van gebeurtenissen, wat je eigenlijk nooit doet. Want dan, tenminste, ja, ik niet, normaal gesproken, dan gebeurt er iets en dan ben je boos of verdrietig en dan blijf je daar heel erg in hangen. En door de cursus leer je eigenlijk, ja, waarom? De cursus bestaat uit 8 lessen en een terugkomles. Elke les heeft dezelfde opbouw. Het begint met een introductie van de theorie die wordt behandeld. Vervolgens kan de mantelzorger oefeningen doen. En daarna volgen de huiswerkopdrachten en afgesloten wordt met een evaluatie. De cursus begint eerst met 2 lessen over de ziekte dementie en de gedragsproblemen die zich daarbij kunnen voordoen. Vervolgens is er een les waarin mantelzorgers ook leren dat het blijven doen van leuke dingen voor zichzelf ook van belang is. Daarna volgen er eigenlijk een aantal lessen waarbij mantelzorgers geleerd wordt om niet helpende gedachten te veranderen in helpende gedachten, waardoor ze zich eigenlijk ook prettiger zullen gaan voelen. En tenslotte besteden we aandacht aan manieren om anderen ook bij de hulp die zij moeten bieden in te schakelen, zodat ze er niet alleen voor staan. Dus dat is een stukje assertiviteitstraining. Je kunt als digitale coach eigenlijk vrijwel overal werken. Als je ervoor zorgt dat anderen niet over je schouder mee kunnen kijken, zodat je de privacy van de klanten kunt waarborgen. Als digitale coach moet je vooral opletten dat je je aanpast aan het taalgebruik van de klant. Verder is het belangrijk om niet te interpreteren, dus dat je niet gaat verzinnen van wat de klant eigenlijk bedoelt. Maar echt heel specifiek reageert op de tekst van de klant. Nadeel is dat je wat informatie mist, omdat je natuurlijk niet rechtstreeks in contact staat. Maar dat heeft ook veel voordelen dat je eigenlijk niet afgeleid wordt door dingen die niks met de cursus, met de stof te maken hebben. En dat geldt voor de klant ook. Die kan gewoon zichzelf blijven en
kan rustig een traantje laten zonder dat de ander dat ziet. De cursus heeft me opgeleverd dat ik meer inzicht heb, dat ik veel rust heb gekregen. En dat het voor ons alle twee heeft gebracht dat we wat positiever met elkaar omgaan. Ik zou het iedereen aanraden. Ja, ja, ik denk echt dat er veel meer bekendheid aan moet gegeven. De cursus is een groot succes. Het voorziet duidelijk in een behoefte. We hebben tot nu toe weinig ruchtbaarheid eraan gegeven. En toch zijn er al heel veel mensen die de cursus gevolgd hebben en inmiddels ook afgerond hebben. Er is geen maximum leeftijd voor de cursisten. De gemiddelde leeftijd is 75 jaar. Maar het blijkt geen enkele belemmering te zijn om internet te gebruiken. De oudste deelnemer die tot nu toe heeft meegedaan is 92. Er is inmiddels een eerste zorgverzekeraar die de cursus heeft opgenomen in het zorgverzekeringspakket. En de cursus vergoedt voor mantelzorgers die daar aan meedoen. Nou, ik denk dat dit enigszins een indruk geeft van wat die cursus om het lijf heeft. Nou, doen we daar natuurlijk ook effectonderzoek naar. Dus we hebben zeg maar twee groepen gemaakt en mensen per toeval toegewezen aan wel de cursus of niet de cursus. En we zijn nu aan het kijken hoe effectief dat is geweest. En nou moet ik zeggen, degene die dat allemaal gaat berekenen is werkzaam bij Alzheimer Nederland, Marco Blom, manager onderzoek. En ik hoop dat hij binnenkort tijd vindt om ook de resultaten te beschrijven. Hij is heel druk met het Delta-plan onder andere. Ook heel belangrijk. Maar ik denk dat het goed is als ook duidelijk wordt dat dit effectief is. En dat kan ik wel vandaag verklappen. Dat we wel erachter zijn gekomen al. En hebben gezien dat het effectief is om depressieve klachten van mantelzorgers te verminderen. En dat is natuurlijk heel erg fijn. Op dit moment zijn we die cursus in een noodtreinvaart aan het verkleinen, zeg maar, naar 5 bijeenkomsten of 5 sessies. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de politiek. Dat in het kader van de eerste lijn zorg nog maar 5 keer worden vergoed. Nou, dan is het leuk dat je een cursus hebt van 8 keer. Maar dat kan natuurlijk uiteindelijk niet meer uit. Dus vervolgens moet er weer een paar ton tegenaan om dit om te werken. Dus zo'n kleine beslissing van de politiek heeft grote consequenties voor dit soort toepassingen. Overigens misschien wel leuk om te zeggen van in China hebben ze dit voorbeeld gevolgd. En ik kreeg een afgelopen week een linkje toegemaild van de onderzoeker daar die dat heeft georganiseerd. En toen dacht ik, nou, dat ziet er prachtig uit. Alleen mijn Chinees is niet zo goed. Dus het had net zo goed voor een andere doelgroep kunnen zijn. Want er was weinig taal aan vast te knopen. Maar goed, daar is dus nu ook een informatie-cursusachtige website voor mantelzorgers. Even kijken, ik ga even terug. Ik ga even verder met het GPS-systeem. U weet waarschijnlijk allemaal, Philip Scheltens die refereerde daar al even aan, van mensen met dementie die kunnen in het begin van de ziekte op een gegeven moment ook de weg gaan kwijtraken. Nou, dat is een enorm vervelende situatie. We weten ook dat het heel erg gevaarlijk kan zijn. Als mensen echt te lang wegblijven, kan dat zelfs tot de dood leiden, omdat mensen onderkoeld raken enzovoort. Dus het kan zeer ingrijpende gevolgen hebben. En laat staan nog even alle ongerustheid en angst die ermee gepaard gaat, zowel van degene met dementie als van de mantelzorger. Dus we dachten van het is goed om te kijken wat GPS hier voor uitkomst kan bieden. Nou, wat u hier ziet is een apparaatje. En dat apparaatje heeft eigenlijk 3 functies. Ten eerste zendt het een signaal naar de satelliet om aan te geven waar die persoon die het apparaatje meeneemt, in dit geval degene met dementie, zich bevindt.
Er zit ook een knop op die degene met dementie kan indrukken, waardoor er contact ontstaat met de mantelzorger. En de mantelzorger, er zit ook een luidsprekerfunctie in. De mantelzorger kan rechtstreeks contact hebben met degene met dementie. Die hoeft dus niet op een of andere knop te drukken. Die hoort gewoon het geluid uit dat apparaatje komen. Mantelzorgers waren een beetje ongerust dat dit misschien wel tot heel veel angst zou leiden. Maar dat blijkt enorm mee te vallen. Eigenlijk hebben we dat totaal niet geconstateerd bij degene die het hebben gebruikt. Nou, dat signaal bij de satelliet wordt teruggestuurd naar een beveiligde website, waar de mantelzorger kan inloggen en kan zien welke route is afgelegd en waar degene met dementie zich op dat moment bevindt. En als er dus reden is voor ongerustheid, dan kun je contact opnemen of iemand desnoods gaan halen. Nou, ik dacht, ik laat toch een paar cijfers zien, want ik vind dit zelf eigenlijk wel indrukwekkend. We hebben het nog maar bij een klein groepje onderzocht. Maar wel aan mensen met dementie zelf ook gevraagd wat ze daarvan vonden. En na 3 maanden gebruik zeggen zij, we zijn vaker alleen naar buiten geweest. Dat hebben we ook gezien doordat het geturfd werd. Ze hebben meer vrijheid gekregen door de mantelzorger. Bijna de helft geeft dat aan. Ze maken zich minder zorgen. In 1 op de 2 maakt zich minder zorgen wanneer die alleen naar buiten gaat. Ik denk dat dat ook een heel groot goed van deze technologie is. En mensen hebben ook minder conflict met de mantelzorger over het alleen naar buiten gaan. Want ik weet niet of u daarmee op de hoogte bent, maar het is vaak ook een bron van conflict. Nou, we hebben ook aan de mantelzorgers gevraagd wat zij ervan vonden. En zij geven eigenlijk eenzelfde soort beeld. Van ze geven meer vrijheid. Ze hebben zelf ook meer tijd om andere dingen te doen. Zo ervaren ze dat ook. Minder conflicten. En we zien zelfs al met deze kleine groep dat zij zich minder zorgen maken na het gebruik van 3 maanden. Dat is nog niet echt een heel groot effect. Maar we denken dat we dat in een groter onderzoek, waarbij mensen langer van deze technologie gebruik kunnen maken, goed kunnen aantonen. En dan hopen we natuurlijk ook dat deze technologie meer algemeen wordt. Ik laat het u zien omdat wij daar ongelooflijk veel vragen over krijgen. En wat dat betreft goed leek om daar iets over te vertellen. Natuurlijk zijn er altijd allerlei punten die dan worden aangedragen. Van ja, is dat ethisch verantwoord eigenlijk? Hè? Is het niet Big Brother is watching you, dat die mantelzorger naar zo'n website kan en precies de gangen van iemand kan nagaan? Ja, in principe kan dat. We zien overigens niet dat dat altijd gebeurt. In de gevallen dat mensen zo'n apparaatje meenemen, gebeurt dat maar in zeg maar ruim 1/3 van de gevallen dat de mantelzorger ook daadwerkelijk gaat kijken. Dus het is misschien meer voor een gevoel van veiligheid dan dat het nou daadwerkelijk ter check is. Natuurlijk is het zo, en dat weten we allemaal, dat deze technologie niet 100% dekking heeft. Maar ja, het is de vraag van, wij gebruiken het zelf natuurlijk ook in de auto of op je telefoon. Je weet dat hij het in gebouwen of diep in de bossen niet meer doet. Is dat dan een reden om het hierbij niet toe te passen? En soms willen mensen met dementie het zelf niet. Nou, ik denk, dat is altijd het uitgangspunt, hè, dat we goed luisteren naar degene met dementie. Kijken, wat is nou eigenlijk het probleem voor die persoon, in welke situatie? En wat is daarvoor het beste om, als oplossing? En het kan dus best zijn dat als je denkt dat iemand totaal in paniek raakt op het moment dat die techniek niet feilloos is, dat je besluit om het überhaupt niet toe te passen. Maar je kunt het juist wel toepassen op het moment dat je weet dat iemand zich doodongelukkig voelt als hij er niet alleen meer op uit kan. Maar zo moet je eigenlijk per persoon kijken van, is dat nou een goede zaak om toe te passen of niet? Nou, daar is ook net een artikel over verschenen. Mocht u daar belangstelling voor hebben, het is in het Engels, dan kunt u naar kennis.dementie.nl en dan sturen we het u op. Even wat andere voorbeelden. Er staan hier verschillende genoemd. Ik wil even nog stilstaan bij die laatste 2, de diagnose en dan 4 gesprekken. En bij een vorm van video-interactiebegeleiding bij moeilijk gedrag. Dat zijn 2 interventies die nog ontwikkeld moeten worden. Dus dat is echt, zal ik maar zeggen, nog niet eens begonnen. We beginnen 1 mei
En om even bij die eerste te beginnen. Ik dacht, het is ook leuk voor Philip Scheltens, want we gaan dat doen samen met het Alzheimer Centrum in Amsterdam. En de bedoeling is om een viertal gesprekken te ontwikkelen nadat de mensen de diagnose hebben gehad. Daar zijn ze al heel goed in dat Alzheimer Centrum. Maar dit is eigenlijk de bedoeling om een pakket van te maken die case managers ook kunnen gebruiken. En u weet, case managers voor dementie, dat is eigenlijk een nieuwe functie, nieuwe opleidingen. En daar zijn nog weinig echt handvatten voor, waarvan we zeggen, nou, die zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en daarvan weten we dat ze effect hebben. Dus dit is een methode om hen een handvat te geven om daadwerkelijk, als die diagnose gesteld is, ook datgene te doen wat goed is. En het is ook al eerder ter sprake gekomen, het is eigenlijk heel apart dat we niet vaker mensen met dementie juist in dit stadium ook betrekken bij het plannen van de zorg. Want dat is juist het stadium dat mensen zelf daar nog heel goed over na kunnen denken. Hè, en vaak wordt er nu gewacht tot het moment dat mensen dat zelf daar niks meer over kunnen aangeven. En dat er misschien allerlei onuitgesproken verwachtingen over en weer zijn met de mantelzorger, waardoor ook weer problemen ontstaan. En dit wil dat eigenlijk voort zijn. Dus dat is ook iets om problemen voor koppels, hè, of dat nou partners zijn of ouder met kind, om problemen binnen die relaties te voorkomen. De andere interventie, dat is die videohulp. En we gaan dat vooral doen, toepassen voor case managers die betrokken zijn bij in thuissituaties waar sprake is van agitatie, agressief gedrag of afweer bij zorg. En hier staat eigenlijk videohulp, maar het gaat eigenlijk om een analyse die dan wordt gemaakt van dat gedrag door de case manager. En waarbij een persoonsgericht plan wordt ontwikkeld hoe daarmee om te gaan. Even heel kort door de bocht, is dat hetgene wat we gaan doen. En wat we hopen is dat we ook dat gedrag in de thuissituatie kunnen gaan filmen. U bent vast op de hoogte met dat programma met die draakjes van kinderen die dan door een nanny bezocht worden en waarbij zo'n camera staat in het huis staat om allerlei gedrag op te nemen. Nou, na alleen daarvan dacht ik van het zou eigenlijk heel mooi zijn als we die techniek zouden kunnen toepassen in situaties van dementie waarbij we eigenlijk zoveel kunnen verbeteren voor de persoon met dementie en de mantelzorger, als we kunnen helpen bij het wegnemen van dit soort moeilijk gedrag. He, dus dat zit erachter. En het zal misschien niet altijd mogelijk zijn om dat moeilijke gedrag op te nemen. Daar zijn we natuurlijk ook heel benieuwd naar hoe dit gaat werken. Het is in ieder geval een project waar Alzheimer Nederland heil in zag, om zo te zeggen, en het gefinancierd heeft. Dus daar zijn we ook heel blij om. Nou, dan tenslotte, en dat is dan gelijk het laatste ook wat ik hierover ga vertellen, de kunstzinnige therapie. En ik vind het altijd, ja, het klinkt altijd zo van therapie. Terwijl eigenlijk ik denk van ja, wat is nou eigenlijk therapie of wat is goede zorg? Of waarvan moeten we ook gewoon zeggen, ja, het is gewoon een prettige activiteit om te doen. En het is natuurlijk ook niet zo dat verschillende dingen zijn, maar het is een soort continuum waar we het over hebben. En ik dacht, misschien is het leuk om. En het is iets waarvan ik denk, juist vrijwilligers, hè, zoals u hier ook zit. En ik weet niet precies in welke setting u allemaal vrijwilligerswerk verricht. Dat zullen ook collectanten zijn. Maar ook misschien mensen in zorginstellingen. Mensen bij ontmoetingscentra of Alzheimercafés of wat dan ook. Maar dit is wel iets waar u denk ik ook heel praktisch mee aan de slag kan. En in het komende filmpje hoort u ook iemand die dat begeleidt daar iets over vertellen. Ik heb er een genomen uit België, die ik toevallig vond op het internet, maar er zijn er ook dus in Nederland. We zien dat al die mensen, hoe graag ze zingen, het is dus al één keer geweest. En
de aanstekelijkheid, dat is op u overzetten. Ze zingen de oude liedjes van vroeger met de accordeonist veel beter dan iets anders. Het is echt knap om te zien hoeveel plezier er aan ze beleven, hoe content dat ze zijn. Al die gekende melodieën, waaronder er zich zeer veel smartlappen vinden, die de mensen toen zeer graag hoorden. Ja. En ook wel een beetje modernere, niet zo oud. Bijvoorbeeld het kleine café aan de haven. Dat is zeer populair en dat wordt ook zeer veel gevraagd. Het geheugenkoor komt elke tweede dinsdag van de maand samen. De volgende bijeenkomsten zullen telkens doorgaan in de bijeenkomst. Ja. Ja. Nou, er zijn op vele manieren, zeg maar, dat wordt zang toegepast. Ook in de zorg, waar ik het al even eerder over had. In zorginstellingen en ook thuis. En dan met de mantelzorgers er soms bij of met kinderen erbij. Dus ik denk dat dat ook heel veel aanknopingspunten biedt om mensen een stukje kwaliteit van leven te bieden.